Leuk dat je kijkt naar de tweede Talen Verhalen vlog. Ik sta vandaag in Nijmegen in de Hofjesbuurt en we nemen vandaag een kijkje bij dit project. Ik sta hier naast Cor en Cor is onze uitvoerder bij Talen. Kun jij ons wat vertellen over het project de Hofjesbuurt? Het project Hofjesbuurt is in mei ongeveer dit jaar gestart. Het zijn 192 hoogbouwwoningen en 87 laagbouwwoningen. Ja, we gaan de woningen energiezuiniger maken. Daar gaan we dus zonneborders en zonnepanelen plaatsen. Ja, we zien hier de oude balkons. En als we dan even bijdraaien, zien we hier de nieuwe balkons. Deze wijk heet dan de Hofjesbuurt. In totaal zijn het 9 hofjes. En de architect heeft bedacht dat we de ene kant van boven naar onder zeg maar, de kleuren van de kozijnen aanpassen. En van links naar rechts de motieven van de balkons aanpassen. Zodat ieder hofje eigenlijk uniek is. En jullie zetten die balkons in één keer erop, hè? Het zijn 18 woningen hier achter ons en die doen we in 2 dagen tijd. Hier achter mij zie je de afgezaagde balkons waar de opstaande rand is verwijderd. Hierdoor kan de balkonplaat in één keer op worden gelegd. Ik sta hier met Corny, onze bewonersbegeleider bij dit project. Dit project werkt met verschillende fases, toch? Ja, de flat waar we nu voor staan, dat is de flat die zit in de voorbereidingsfase. En deze mensen worden binnenkort uitgenodigd om de keuzeopties te doen voor hun woning. En dit zijn alle opties voor de keukens. Dit zijn de werkbladen waar ze uit kunnen kiezen. Dan hebben we hier de greepjes. En hier zien we de frontjes voor de kastjes. En dit is het kleurenpalet voor de voordeuren. Dit is de verbouwde badkamer. We hebben hier de deur dichtgemetseld. Oorspronkelijk had deze badkamer 2 deuren. Maar door het dichtmetselen van 1 deur ontstaat er meer ruimte in de badkamer. Dit is wel even leuk om te laten zien. Hier zat vroeger het kolenhok. En daaronder vielen dan de kolen eruit. En daar zit nu een mechanische ventilatieunit. En doordat hier buiten zit hoor je hem binnen gewoon veel minder. Ik sta hier nu bij een wisselwoning en deze woningen zijn al helemaal af. En die zijn speciaal voor de bewoners met een medische of andere bijzondere redenen die tijdens de werkzaamheden aan hun eigen woning daar niet kunnen verblijven. En deze is eigenlijk al helemaal af en ingericht en daar kunnen de mensen gewoon 3 weken verblijven. Wat levert het de bewoners uiteindelijk allemaal op? De badkamers worden ruimtelijker. Ze krijgen een mooie nieuwe keuken, badkamer, toilet en verduurzamingsmaatregelen. Dat levert straks uiteindelijk een voordeel op in de portemonnee van de bewoners. Want het mooie is dat Talis deze werkzaamheden uit laat voeren voor de huurders zonder huurverhoging. Dat is ook wel bijzonder volgens mij, toch? Ja. Want normaal gesproken is dat vaak niet zo. Ja, je kunt dit soort maatregelen wel doorberekenen in de huur. Maar Talis heeft er bewust voor gekozen om de huren laag te houden voor deze woningen. Dat was hem weer, de vlog vanuit de Hofjesbuurt. Vond je dit nou een leuke video? Vergeet dan niet een blauw duimpje omhoog te geven en hieronder te abonneren op ons kanaal. Zo mis je geen één video. En ik zie je graag weer de volgende keer. Doei!